Welkom bij de Capcolmo podcast. Hey allemaal. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Capcolmo podcast. En vandaag heb ik de gast Judith van Baarlingen. Hey Judith, welkom in deze podcast. Hoi, leuk dat ik erbij ben. Tof. Ja. Ja, zeker. Wij kennen elkaar omdat jij mij best wel goed aan het helpen bent met allerlei financiële kwesties. En money mindset noem ik het dan. En ja, dat is superleuk. En ja, ik ben wel nieuwsgierig naar jou verder. En de luisteraars waarschijnlijk ook wel. Dus zou jij iets over jezelf kunnen vertellen? Dat kan ik zeker. Ik ben dus Judith van Baarlingen. Ik help bewuste ondernemers die ja, het lastig vinden met geld om te gaan of met cijfers om te gaan. En dat zijn er best wel veel. Om daar eigenlijk gewoon meer grip op te krijgen. En dat is zowel enerzijds het stukje echt cijfers, echt administratie. Maar wat ik had net ook al zei, het is ook het stukje money mindset. Hoe ga je om met geld? Hoe sta je er tegenover? En eigenlijk om alles allemaal bij elkaar te brengen. En de reden dat ik dit ben gaan doen is omdat ik zelf... ik ben eigenlijk altijd goed geweest in cijfers. Ik ben ook economie gaan studeren. Vond ik hartstikke leuk. Alleen, ik kwam er ook eigenlijk al heel snel achter dat die cijfers op zich niks zeggen. Want cijfers, dat zijn alleen maar, nou ja, uiteindelijk ook alleen maar tekentjes op papier of op je scherm. En het gaat erom, wat zeggen die cijfers nou eigenlijk? Wat betekenen ze voor jou en wat kan jij er als ondernemer of überhaupt ook gewoon als persoon mee doen? Nou, daar ben ik met mijn bedrijf, Judith van Baarlingen Cijfers met Betekenis, ben ik me dus daarmee op gaan richten. Op die ondernemers die dat een lastig verhaal vinden, om hen daarbij te helpen. Ja, verder, ja, ik ben 49 ondertussen. Mijn jongste zoon is net op kamers gegaan, dus ik ben nu voor het eerst, ik ben 12,5 jaar samen met mijn huidige partner, dus voor het eerst sinds 12,5 jaar zijn wij met ons tweeën in huis. Dus dat is heel leuk en ook even wennen, want ja, tot nu toe altijd toch kinderen in huis gehad. We hebben nog een hondje. Ja, en nou, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen, denk ik, over wie ik ben. Cool. En je hebt dus twee kinderen, begrijp ik? Ik heb twee kinderen, ja. 18 en 19. En mijn vriend heeft ook twee kinderen, die zijn nog iets ouder. 23 en 24. Dus ja, klopt. Ja, dus nu zijn jullie empty nesters, zoals dat noemen. Ja. Oh, god. Nou, lijkt mij wel relaxed, eerlijk gezegd. Maar ja. Ja. Toch? Is het ook, denk ik. Ja. Fase. Ik vind het ook wel, vind het in die zin ook heel fijn. Ook gewoon ruimte voor ons, nou ja, voor elkaar en gewoon ook voor onszelf. En het is ook wel even een beetje wennen. Ja. Snap ik. Ja. Hey, ja, en we gaan het dus in deze podcast hebben over rijkdom, in de brede zin van het woord. Nou ja, jij houdt je bezig met financiën in de brede zin van het woord, als in cijfers met betekenis. Dus dat zegt natuurlijk ook al iets over hoe jij naar getallen kijkt. En ja, het gaat natuurlijk ook over geld. En ik ben nieuwsgierig naar, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Wat ik van huis uit heb meegekregen over geld. Ja, eigenlijk op een bepaalde manier dat er altijd wel genoeg was. Of altijd wel genoeg zou zijn. Dus eigenlijk een hele, nou eigenlijk best wel relaxte houding ten opzichte van geld. Ik kan me ook niet herinneren dat we ooit wat tekort zijn gekomen. Het is niet dat we nou hele rare dingen deden. Maar ja, weet je, we konden er altijd gewoon goed van leven. Dus dat is eigenlijk wat ik wel meegekregen heb. Twee dingen die ik ook heb meegekregen. En eerst is inderdaad niet afhankelijk zijn van anderen voor je geld. En zowel inderdaad in die zin dat mijn moeder vertelde wel eens dat mijn opa, die wilde dan wel op een gegeven moment geld lenen of zo, maar dan zaten er altijd voorwaarden aan vast. Nou, daarvan hadden mijn ouders zoiets van, nou weet je, dan hoeven we het niet, dan gaan we het wel zelf regelen.
En mijn moeder die was, of is, een zeer zelfstandige dame. Die ook altijd, zolang ik me eigenlijk kan herinneren, gewerkt heeft. Dus ik heb wel heel erg meegekregen van huis uit van, je moet voor je eigen geld kunnen zorgen. Je moet op, ja, eigenlijk voor jezelf kunnen zorgen. Dat zijn denk ik wel twee dingen die wel heel belangrijk zijn geweest, die ik meegekregen heb. Ja, ja. Dat is wel heel, heel, denk ik, hele lekkere basis. Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, wat ik ook op een gegeven moment tegenaan ben gelopen, is dat, dat afhankelijk, niet afhankelijk willen zijn, ook jezelf op een gegeven moment ontzettend in de weg kan zitten. Omdat je dan keuzes maakt van, ja, ik moet die baan hebben of ik moet zoveel geld verdienen, want ik moet voor mezelf kunnen zorgen. En zeker als je op een gegeven moment gewoon in een relatie zit met kinderen en er dingen gebeuren, dan kan er op een gegeven moment ook best een situatie ontstaan waarin je misschien even wat minder verdient. En dat dat helemaal niet, dat heeft voor mij best wel heel veel moeite gekost om te accepteren dat dat helemaal niet verkeerd is. Want dat je dat als dat gewoon een gezamenlijke keuze is en dat dat ook helemaal prima is. En dat het altijd maar alles zelf willen doen en overal zelf voor willen zorgen, jezelf ook wel eens heel erg vast kan zetten. Oh, dat vind ik wel een mooi inzicht, ja. Want dat is, ik denk dat het wel waar is, ja. Ik denk dat het voor veel vrouwen geldt, ook wel, vooral voor vrouwen. Dat ze inderdaad willen van, ik moet mijn mannetje staan en ik moet het allemaal zelf kunnen en dit en dat. En dat ze daardoor misschien ook een beetje de lat wel extreem hoog leggen. Om dat dan een soort van te bewijzen. Terwijl, ja, dat hoeft dan ook weer niet, weet je wel. Dat gevoel. Ja. Ja, interessant, ja. Ja. Maar goed, met een mooie balans daarin is natuurlijk altijd uiteindelijk het beste. Maar ja, leuk. Ja. Hey Judith, en als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Geef je het graag uit? Nou, ik geef best graag geld uit. Ik vind het ook altijd wel belangrijk dat ik... Ik vind het fijn om ook een stukje buffer te hebben. Dus ik probeer er wel voor te zorgen dat ik niet al mijn geld uitgeef. Waar ik het aan uitgeef? Nou, weet je, eigenlijk zijn het tegenwoordig gewoon best wel simpele dingen. Hè? Om gewoon eens een lekker boek te kopen of een keer uit eten te gaan of een terrasje te pakken. Ik heb voor mezelf gemerkt dat eigenlijk, als je het over rijk voelen hebt, dat dat heel vaak juist in dat soort kleine dingen zit. Ik ben nu ongeveer... tot een jaar of 10 geleden was ik in loondienst en had ik gewoon een goed salaris. Dus ik kon eigenlijk alles doen wat ik wilde. Als ik inderdaad uit eten gaan of een nieuw jurkje kopen of wat dan ook. Daarna ben ik inderdaad een hele tijd eigenlijk aan het bezig geweest om te ontdekken van wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik dat dan doen. En dat is toch een periode geweest waarin er een stuk minder geld binnenkwam. Daardoor heb ik wel ontdekt dat inderdaad, als je minder geld te besteden hebt, dat ik er veel meer van geniet nu, als ik nu wel iets kan doen. Dus als ik inderdaad nu een nieuwe jurk koop of een keer lekker uit eten ga, dat ik het veel meer waardeer dan bij wijze van spreken 10 jaar geleden, toen ik het heel makkelijk kon doen. Dus ja, kijk, praktisch gezien geef ik mijn geld ook gewoon uit. Ik heb 2 studerende kinderen, dus dat kost gewoon geld. Maar inderdaad, gewoon de kleine dingen die het leven leuk maken. Ja. En dingen in het huis, om het huis, dat het gewoon goed voelt. Ja, tof. Ja. En ik denk niet dat jou dat gaat overkomen. Maar ik weet niet, dat is ook mijn vooroordeel over mensen die financieel slim zijn, zullen we maar zeggen. Stel nou dat je nog een tientje had. Ja. Wat zou je dan doen? Wat zou je daarmee doen met dat tientje? Ja, weet je, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Want ik heb het inderdaad... het is me nog nooit overkomen dat ik nog maar 1 tientje had. Weet je, ook ik heb wel eens een periode gehad dat het op een gegeven moment was van aan het eind van de maand van misschien even rustig aan doen met de boodschappen doen. Want het houdt niet over. Maar dat ik nog maar 1 tientje heb, ik kan me dat op een bepaalde manier niet zo goed voorstellen. Wat zou ik ermee gaan doen? Ja, of waarschijnlijk iets heel praktisch, zoals eten kopen.
Of kijken of ik iets kan doen met dat tientje, waardoor dat tientje weer meer wordt, zodat ik weer vooruit kan. En ergens komt ook bij me op, als ik dan nog maar een tientje heb, van nou weet je, dan koop ik een lekkere fles bubbels en dan zien we morgen wel weer. Dus ik weet het niet. Oké, okay, wel interessant antwoorden. Ja. En als je een tientje op straat vindt? Ja, waarschijnlijk ga ik inderdaad dan gewoon een terrasje pakken of zo. Gewoon, ja, iets... Kijk, of ik moet het idee hebben van, hey, die persoon voor me heeft het net verloren, want dan geef ik het netjes terug. Maar anders denk ik dat ik zoiets ermee doe. Ja. Dat, ja. Trakteren, jezelf trakteren. Ja. Ja, of misschien een ander trakteren, dat zou ook kunnen, ja. En als geld nou gewoon geen enkele rol zou spelen, als je gewoon plenty, je hebt zo'n kraan en dan blijft het maar uitkomen. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja, dat is een vraag waar ik natuurlijk zelf ook wel eens vaker over nagedacht heb. Nee, ik heb ook op een gegeven moment de opleiding life planning gedaan. En een van de vragen, een van de focusvragen daar is van, stel je voor dat je al het geld wat je ooit zou willen hebben, en hoe zou je leven er dan uitzien? En wat zou je dan veranderen? Ik merk voor mezelf dat ik op dit moment gewoon eigenlijk best wel heel happy ben met mijn leven. En natuurlijk, als ik, kijk, ik heb een onderneming omdat ik ook geld wil verdienen. Ja, dus dat is iets wat... De noodzaak om geld te verdienen valt natuurlijk weg als je gewoon al het geld hebt wat je ooit nodig kan hebben. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ik daar dus andere keuzes in ga maken. Het werk wat ik doe en de mensen met wie ik werk, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Als ik het niet doe voor het geld, of als dat geen rol meer zou spelen, kan ik me voorstellen dat ik daar kijk of ik daar meer in binnen een stichting of een vrijwilligersorganisatie hetzelfde werk zou kunnen doen. En verder, ja, of ik verder heel veel zou veranderen, ja, weet je, ik heb ergens nog steeds een droom van een huisje ergens aan de kust of ergens op de hei. Ja, dat zou er dan wel komen. Aan de kust, gewoon... welk land? Nou, misschien Nederland, maar misschien ook wel Denemarken of ergens in Noord-Frankrijk of zo. Dat, ergens op een plek waar gewoon een goede sfeer hangt, goede energie en waar rust en stilte is. Dat zou ik dan, als ik niet over geld hoef na te denken, dan zou ik dat wel gaan doen. Verder is het natuurlijk, het is natuurlijk hartstikke fijn als mijn kinderen geen geld hoeven te lenen voor een studie en dat soort dingen. Maar wat ik echt elke dag doe, ik denk niet dat ik daar heel veel in zou veranderen. Of misschien een stichting oprichten van waaruit ik mensen kan gaan helpen. Wat voor mensen zou jij graag willen helpen dan? Even nieuwsgierig. wat voor mensen zou ik willen helpen? Nou, ik weet wel waar ik mensen mee kan helpen of wil helpen. En dat is toch de link leggen tussen enerzijds het financiële stuk en de cijfers en wat elke keer weer merken, ook eens met dingen als belastingen en zo. Maar wat voor taai stuk dat kan zijn om daar orde in te krijgen. Ja, om daar grip op te krijgen. Dat is iets wat ik heel goed kan. Maar vooral ook om dat stuk dan weer toch ook weer te verbinden met wat mensen... Nou ja, wie iemand is als persoon en wat iemands dromen zijn. Om ook die link daartussen te leggen. Zodat je niet alleen uiteindelijk dat... Het cijfermatige stuk, het fiscale stuk op orde hebt, maar dat je ook als persoon veel beter weet van hey, hoe ga ik nou met geld om en wat is nou belangrijk voor mij en welke keuzes kan ik daarin maken. Dat is waar ik mensen heel goed mee kan helpen en wat ik leuk, de mensen die ik graag wil helpen, wat ik nu eigenlijk ook al doe, dat zijn toch vaak de ondernemers, de mensen die de wereld het op hun eigen manier willen doen. Die het leuk vinden om andere mensen te helpen, die
de wereld misschien op hun manier een beetje mooier willen maken. Waarbij je toch heel vaak ziet dat het mensen zijn die vooral heel erg bezig zijn met anderen. En met dit vind ik leuk om te doen. En daardoor af en toe wat te weinig kijken naar het financiële stuk. Ja. Dat is, ja, daar zit voor mij wel echt iets in dat ik denk van ja, dit vind ik leuk, dat vind ik leuke mensen. Ik vind het ontzettend mooi als mensen de wereld willen verbeteren. En ik ben zelf niet echt iemand die op de barricades gaat. Maar ik vind dat wel echt gewoon dat je echt je hart volgt en zegt van nou, dit is waar ik een bijdrage heb te leveren. Dat vind ik wel ontzettend mooi. En als ik daar mensen elkaar bij kan helpen op mijn manier met waar ik goed in ben, dan voelt dat goed. Ja, jij bent ook een echte puzzelaar, heb ik ervaren. Dat vind ik ook heel leuk. Dat je echt, je kijkt echt naar van hoe kunnen we het fixen, weet je wel? Hoe lossen we dit op? En het is voor mij een soort complexe brei aan getallen. En dan op een of andere manier zo tuk, 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 dan zie jij zo. En dat is zo lekker als je dan, zeg maar, op een gegeven moment een andere betekenis aan die cijfers gaat geven. Want ik heb dus van huis uit meegekregen dat geld, ja, dat zit allemaal gedoe op. Dus als je dan leert hoe je dus ook het nut en de lol van geld kan zien. En ook geld meer als energie kan zien. En dat vind ik wel grappig dat jij zeg maar in die zin totaal niet standaard financieel adviseur bent. Omdat je echt wel dieper kijkt. En dat vind ik heel, dat vind ik heel interessant. Ja, leuk. Dus, superleuk. Ja, ja. Dus dat, leuk om dat op die manier te doen. En dat je dan die skills kan combineren. Dat is natuurlijk hartstikke tof. Ja. Ja. Nou, en dat vind ik ook gewoon, dat is iets waar ik zelf zeker ook vroeger tegenaan liep. Is dat vaak heel erg in een soort plaatje geduwd wordt en in een soort van hoe het hoort. Ik ben goed in die cijfers. Ik ben daar ook best wel heel slim mee. Maar er zit ook een heel ander stuk in mij. Een heel stuk gevoeligheid en intuïtie. Wat in een zakelijke omgeving vaak een beetje toch als lastig wordt gezien. Waardoor ik het ook voor mezelf als lastig zag. Hè? Dat is dat is iets waar ik aan moet werken. Want ik moet steviger worden en ik moet meer voor mezelf opkomen. En dat is een van de dingen waar ik inderdaad in de afgelopen jaren, waar ik zo ontzettend mee aan het worstelen ben geweest. En om daar mijn weg in te vinden, is dat het er allebei mag zijn. Zowel het rationele, analytische, als het gevoelige en het inleven en het intuïtieve. Ja. En om dat bij elkaar. Het voelt heel erg alsof ik nu inderdaad een manier gevonden heb waarin ik allebei die kansen van mij heel in kan zetten. Om daar andere mensen mee te kunnen helpen. En dat voelt gewoon echt heel goed. Dat is je goud, hè? Dat is je goud. Ja. Zeg ik altijd. Ja, als je, precies. Als je dat als je voelt van. En dat is natuurlijk ook echt. Ik denk dat het ook wel iets is van deze tijd. Of in ieder geval, daar gaan we wel naartoe. Dat ook zeg maar business wat meer met spiritualiteit gekoppeld wordt. En dat geld niet meer gezien wordt als een soort van zakelijk iets. Maar ook als een energetisch iets. En dan gaat het in één keer heel anders. Dan werkt het gewoon heel anders. Ja. En als je het op die manier bekijkt. In de financiële wereld, om het maar even quote-unquote. Ja. Daar is dat gewoon, daar begint dat nu een beetje te komen. Maar dat is, En ik denk dat het voor heel veel ondernemers heel fijn zou zijn als ze zouden veel meer op die manier met geld zouden omgaan. Want dan wordt het veel minder een soort heet hangijzer. Ja, dat denk ik ook hoor. Ik denk ook, en nu zie je dat focus heel vaak is toch op een geldbedrag als doel. Of als een, inderdaad echt als doel. Terwijl je ziet, wat ik mijn ervaring is wat ik zie bij de ondernemers met wie ik werk, is dat ze daar vaak heel erg op vast gaan lopen en daar vaak ook een weerstand tegen hebben, want het gaat hen niet direct om nou heel veel geld te verdienen. Maar uiteindelijk ben je toch ondernemer geworden om ook jezelf ervan te kunnen onderhouden. Anders het is ook een hobby, hè? Dure hobby. Nee, het is geen hobby. Het is wel, je bent wel ondernemer. Dus op de een of andere manier zal je dan toch iets met dat geld gebeuren. Zal je daar een goede relatie mee moeten krijgen.
geld leuk gaan vinden. En door te zien dat geld alleen maar een middel is. En dat het gaat om van, hé, wat wil ik graag? Waar word ik blij van? En om van daaruit te gaan kijken van, ja, en wat heb ik dan nodig? Wat zou ik dan moeten verdienen? Krijgt zo'n doel ook een hele andere lading. En dan gaat het niet meer, dan is geld het gevolg van wat je doet. En niet een primair doel. En ik denk dat dat een heel groot verschil is voor heel veel mensen. Om op die manier naar geld te kijken. En ja, ik denk dat de wereld er ook mooier van wordt als mensen op die manier naar geld gaan kijken. Dat ze niet overal een prijskaartje aan hoeven te hangen. Of een, maar gewoon veel meer te voelen vanuit van, hé, wat heb ik nodig? En wat heb ik en hoe kan je dat vertalen in geld? Ja, mooi. Mooi. Ja, ik ben deze podcast begonnen omdat ik altijd heel geïnteresseerd ben in de vraag wat mensen nou rijk maakt. Ja. In de brede zin van het woord. Wat maakt jou rijk, Judith? Oh, wat maakt mij rijk? Ik heb daar natuurlijk wel even over na zitten denken, want ik denk natuurlijk dat dit soort vragen gaan komen. Maar ik denk toch eigenlijk dat vooral wat mij rijk maakt op dit moment is dat ik gewoon blij ben met wie ik ben op dit moment. Dat ik daar gewoon me goed bij voel en dat ik daar ook, ook daardoor ook gewoon kan genieten van wat er nu is. Dat ik ook, nou weet je, gisteren liep ik na het eten even de hond uitlaten samen met mijn vriend. En het was natuurlijk best wel storm gisteren. Dus gisteravond stond er nog een aardig windje. En aan de ene kant was de lucht echt zo donker, felgrijs. En aan de andere kant al helemaal frisblauw. En ik liep daar met hem en ik dacht, dit is gewoon rijkdom. Dit is gewoon fijn. Dit is gewoon, weet je, alles is er op dit moment. En dat ik kan genieten van dit soort momenten, dat ik steeds meer ben gaan realiseren dat voor mij geluk in dit soort momenten zit. Ik denk dat dat iets is wat mij heel rijk maakt. En dit soort momenten zijn er altijd te vinden. Ja, ook als het even een keer tegen zit of zo, kan er nog zo'n moment zijn dat je in één keer denkt, hé, we zitten hier, we zijn lekker samen, of een beetje, het is lekker weer. En dat het dan toch goed is op dat moment. Ja, ik heb het idee dat mensen verwachten dat het heel lang achter elkaar zo'n gevoel is. Hè? Dat dat dan geluk is. Terwijl het zijn juist die kleine momenten. Dat is het geluk. Het is veel simpeler. Dat is veel makkelijker ook te bereiken als je erover nadenkt. Ja, het is alleen maar een kwestie van bij stilstaan op dat moment. Ja, ik denk... Even binnen laten komen. Het ervaren dat het er op dat moment is. Want ik denk dat je heel vaak, als je gewoon, je kan je gewoon best lekker voelen. Maar als je het gewoon alles gewoon doorgaat, dan ben je daar niet eens bewust van. Dan ben je misschien pas van bewust, op het moment dat het dan niet meer lekker gaat, dat je achteraf denkt van, oh, dat was eigenlijk best fijn. En ja, voor mij zit geluk inderdaad veel meer in de kleine dingen. Dat is, moet ik zeggen, inderdaad gewoon ook wel echt in het, ja... Het gevoel dat ik gewoon nu blij ben met mezelf en dat ik, hoe moet je dat zeggen, dat het gewoon goed is. Dat ik mezelf niet anders voor hoef te doen dan wie ik ben. En dat ik, dat geeft wel een hele fijne basis. Dat er geen, dat je niet hoeft te vechten tegen allerlei dingen of hoeft te worstelen of anderen tevreden hoeft te stellen. Dat stukje. Hoe is dat gekomen? Wat is er gebeurd? Of wat is je inzicht geweest dat je dacht van, hé, ik hoef dat helemaal niet? Ja. Nou, weet je, dat is niet iets wat van de een op de andere dag is gekomen. Ik kan het je vertellen. Ik hoopte dat ik nu het geheim ging horen, maar... Nee, dat is niet zo. Nou, weet je, het stom is, op een gegeven moment komt ergens wel dat inzicht. En dat je denkt van, oh... Maar er is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan. En dat zal je ook wel vaker gehoord hebben. En ik zie dat ook wel vaker om me heen. Dat je eigenlijk eerst eventjes best wel flink in de,
in de put moet zitten, even in de knoop moet zitten, om een stap vooruit te kunnen zetten. Ik ben eigenlijk van jongs af aan, van kind af aan, ben ik bezig geweest met het anderen naar de zin maken. En vooral met, of niet eens anderen naar de zin maken, maar dat ik het gevoel had dat ik moest aanpassen aan anderen. Dat anderen mij aardig moesten vinden en dat als ze me niet aardig vonden, dat dat iets was wat aan mij lag. Dat is heel vermoeiend. En uiteindelijk vinden nog steeds en sommige mensen je wel aardig en sommige mensen je nog steeds niet aardig. Dus dat weet je op een gegeven moment ook wel, maar ja, dan voel je het nog niet zo. Ik voelde me ook heel vaak niet begrepen en niet gehoord en niet gezien. Waardoor ik inderdaad nog harder probeerde om uit te leggen waar, om wat anderen naar de zin te maken. En op een gegeven moment gaat dat niet meer. En dan ga je op zoek. En dan ga je heel, in mijn geval ben ik inderdaad allerlei dingen gaan ondernemen. Wat ik net ook al een keer eerder zei, een opleiding voor life planner gaan doen. Financial life planner. Dat gaat over geld en leven, maar dat begint ermee van, maar hoe wil je nou dat je leven eruit ziet? Wat is nou belangrijk voor jou? Ik ben de hele tijd bezig geweest met introversie en gevoeligheid. Omdat ik me daar ook wel heel erg in herkende. Heel veel over gelezen, heel veel meegedaan. Tijdens die opleiding tot life planner was er iemand, een van de docenten daar, die op een gegeven moment tegen mij zei van, Judith, je moet eens wat met je spirituele kant gaan doen. Ik als echte beta met cijfers en zo, wat vies van, die spirituele kant, dat geloof ik allemaal wel. Maar goed, 2-3 jaar later ging ik dus toch daar ook een opleiding in doen met intuïtieve ontwikkeling. En in al die dingen die ik daarin gedaan heb, zijn uiteindelijk die puzzelstukjes op hun plaats gevallen. En ben ik me gaan realiseren van ik hoef me niet aan te passen. En misschien wel het belangrijkste inzicht daarin, dat ik me niet gezien en niet gehoord voelde. Dat was vooral omdat ik mezelf ook niet zag en niet hoorde. Want dat hele spirituele, intuïtieve, emotionele stuk, dat al van jongs af aan heb ik dat weggeduwd. Dat paste niet. Ik was slim, ik was intelligent en ik moest gewoon doorgaan en het zelf doen. En pas toen ik zelf dat stuk van mezelf ging zien van, maar dit mag er ook allemaal zijn. Dit is ook wie ik ben en dat maakt mij een completer mens als ik dat er wel laat zijn. Toen realiseerde ik me van, maar als ik mezelf dat stuk niet... Als ik mezelf niet... Zolang ik mezelf niet zie en hoor, kan ik natuurlijk helemaal niet verwachten dat andere mensen mij zien en horen of mij begrijpen. Dus dat is denk ik misschien wel de grootste levensles van de afgelopen jaren. En dat is heel proces geweest. En dat. En nu ben je daar. Wat heerlijk. Nu ben ik daar. En ik zal waarschijnlijk nooit klaar mee zijn hoor. Misschien verwacht ik over 20 jaar nog steeds bezig met ontwikkeling. Maar ja. Dat is wel een belangrijke, denk ik, inderdaad. En er komen natuurlijk altijd nog weer andere leuke challenges op je pad. Of dingetjes die je nog niet, hebt aangepakt. Waarvan je denkt van, doe moet ook nog eventjes. Er komen regelmatig nog langs. Ja, ik noem het altijd permanent beta. We zijn nooit af. We zijn altijd in ontwikkeling. En dat is ook leuk, toch? Houdt het spannend. Ja. Als je nu al af zou zijn, zou ook saai zijn. Nee, er is gewoon nog zoveel te doen en te zien en te ontdekken en te ervaren. Dus wat dat betreft heb ik nog heel veel tijd nodig. Ja, precies. Cool. Ja. Ik vind het heel inspirerend wat je vertelt en over je de opleidingen die je gedaan hebt en alles. En ik ben ook nieuwsgierig naar, want je kan je inspiratie natuurlijk overal vandaan halen. Maar ook uit boeken. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Ik lees ontzettend veel. En ik ben...
Ja, dus wat mijn favoriete boek is, dat wisselt nog wel eens. Ik zou het antwoord ook niet kunnen geven hoor, eerlijk gezegd. Ja, dus maar... ik kan er niet zo heel goed antwoord op geven. Want er zijn natuurlijk meerdere boeken die... Er zijn wel meerdere boeken, als ik gewoon even zo terugdenk, zijn er natuurlijk een aantal boeken die voor mij wel... waarbij je echt zo'n aha-gevoel had. Zo van, oh ja, dat, zo zit het. Voor mij dan, hè, want dat hoeft voor een ander natuurlijk niet zo te zijn. Nou, een van de boeken daarvan is het boek Life Planning van George Kinder. Niet verbazingwekkend misschien. Maar dat boek is voor mij dus was voor mij echt de eye-opener. Iets wat ik eigenlijk ook eigenlijk een bevestiging van het gevoel wat ik al had. Hè, dat heel vaak is het als het over geld gaat, dan wordt er eerst dan is dat het uitgangspunt. En in dit boek wordt het eigenlijk omgedraaid. En eigenlijk heel simpel, een goed financieel plan gaat niet over financiën. Een goed financieel plan gaat over wie jij bent, wat jij wil, wat jouw dromen zijn. En dan pas over financiën. En dat was voor mij aan de ene kant zo logisch, maar het feit dat iemand dat gewoon ook zo op ging schrijven en daar een methodiek aan had gehangen van hoe je daar met mensen over kan praten. Nou, dat was voor mij echt, dat ik dacht van, ja, zo zit het. Dus dat is wel een boek wat wel wat voor mij belangrijk is geweest. Hij heeft een aantal boeken over introvert zijn. Stil, quiet. Er was voor mij ook inderdaad denk ik van, oh ja, dat dus. Ik ben niet raar. Ik hoef me niet aan te passen. Ik hoef me niet anders voor te doen. Dit is... Er is een hele bevolkingsgroep die ik... er zo over denkt en dit zo ervaart. Wat ook wel, ook boeken, kijk maar, Nooit meer te druk van, hoe heet die man? Krabbe. Tony Krabbe. En ik heb een ander boek, Essentialism van George nog iets. Even zijn naam kwijt. Maar dat zijn boeken die... die ook eigenlijk heel erg gaan over bewust kiezen. Over kiezen wat voor jou belangrijk is. En bewust kiezen waar je je aandacht aan geeft. En dat het ook gewoon helemaal oké is om de rest gewoon niet te doen. Ook hier inderdaad het gevoel wat ik zelf al een hele tijd... wat ik op een gegeven moment al een hele tijd had. Van, ja, maar ik wil helemaal niet zoveel dingen hoeven te doen. En omdat dan daar op een gegeven moment al toch gewoon zien dat andere mensen dat opschrijven op een manier waarvan je denkt van, ja, dit bedoel ik. Dat andere mensen eigenlijk woorden geven aan iets wat je in jezelf al gevoeld hebt. Dus dat vind ik... dat zijn een paar van mijn favorieten. Cool, cool. Ik kan er nog wat meer op noemen hoor, maar dan hebben we langer nodig dan de tijd die we hebben. De show notes heel lang. Maar... Hey, en ja. Heb je ook iemand die jouw grote voorbeeld is? Eigenlijk niet. Er zijn natuurlijk, okay. Natuurlijk zijn er wel mensen die mij inspireren en die mij ook gemotiveerd hebben. En mensen voor wie ik bewondering heb. Maar ik heb niet echt heel specifiek een persoon waarvan ik zeg van dat is nou mijn grote voorbeeld. Wat ik gewoon heel inspirerend vind, zijn de mensen die gewoon eigen keuzes maken. En die heel erg bij zichzelf blijven. Ook als die keuzes dan niet voor de hand liggen. Iemand die bij me opkomt is Brigitte van Tuyl. Ook een coach, een business coach. Die nog veel introverter is dan ik ben. En die op een gegeven moment gewoon gezegd heeft van, ik wil maximaal zoveel uur per week contact hebben met klanten. En dan heb je echt gewoon iets van 4 uur per week of zo. En verder wil ik gewoon mijn eigen dingen kunnen doen. Dat is voor mij wel heel inspirerend geweest. Om te zeggen van, wacht even. Ik hoef niet, ook als ondernemer, mag ik ook gewoon mijn eigen keuze erin maken. En zeggen van, wat is voor mij een fijne invulling? Ja. Zo heb je nog wel meer mensen die mij gewoon inspireren. Eigenlijk om die reden. Ja, tof. Leuk hoor. Ja. En ik vind het zelf altijd een grappige vraag. Ik weet niet hoe ik hem zou beantwoorden. Maar
Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Oh, dat is een... Jeetje, wat zou ik nou moeten zeggen daar? Nou, wat ik wel weet is dat... je hebt nog wel eens op van die netwerken en zo... en dan moet je aangeven wat je eerste indruk is van mensen. En bij mij is de eerste indruk toch wel heel vaak van... nou, lief en aardig en gezellig en... nou, en dat ben ik misschien ook wel. Maar wat vaak wat langer duurt voordat mensen doorhebben... is dat achter dat lief en gezellig en inlevend... ook iemand zit met een toch best wel scherpe, analytische geest. Met toch wel fors eigen meningen erover een aantal zaken. Ik denk dat je me daar misschien iets beter voor moet leren kennen. Om dat te zien. Cool. Dat het niet alleen maar lief en gezellig is. Ja, ja. Nou ja, het is wel interessant om verder te kijken dan... Dan de eerste indruk, hè? Dat is altijd de uitnodiging eigenlijk. We hadden het al even over je grote levensinzicht. Heb je er nog meer? Heb ik er nog meer? Ja, vast wel. Dan blijft het even stil. Nou, eigenlijk inderdaad dat het niet om dat het allemaal niet om geld en succes gaat. Dat het veel belangrijker is dat je lekker in je vel zit en om de relaties die je hebt. En dat je de dingen doet waar je zelf gelukkig van wordt. Dat is denk ik wel een inzicht. Dat is... Wat was nog meer? Je hebt mijn antwoord gegeven hoor. Ik ben al helemaal blij. Ik zit even te denken. Want er zijn er vast nog meer. Maar ik geloof dat ik eventjes genoeg inzicht heb. Ja, helemaal goed. Nee, maar ik heb het ook aan het rijden. Ben ik nou een seminar geweest. En daar vragen mensen van... wat was je grootste inzicht? En dan denk ik, hallo, ik moet nog even bezinken. Ik heb altijd even tijd nodig om dan te bedenken. En dan later, dan gebeurt er iets anders. Ja. En dan in één keer denk ik, en dan heb je de puzzel compleet. En dan valt die pas dat kwartje. Dat is bij mij ik vind het zo knap als mensen altijd dan meteen zo een antwoord hebben. Dan denk ik, ik moet daar wel iets dieper over nadenken. Je hebt wel van die life-changing moments soms, hè, dat je weet van, toen gebeurde er iets en daarna is het helemaal anders geworden. Weet je, dat heb je soms wel. En dan kan je wel zeggen van, daar is zo'n soort turning point in je leven, zeg maar. Nee, dat is er ook zeker. Maar ik heb zelf ook wel gemerkt dat vaak echt het inzicht ook toch pas vaak later komt. En dat je achteraf kan zeggen van, toen is dit gebeurd en nu realiseer ik me dat... Ja. Ja. Dat een les was of een inzicht die ik daaruit kan halen. Ja, zoals Steve Jobs dat noemt, connecting the dots. Maar dat kan alleen achteraf. Ja, mooi hoor. Ja, en dat is wel, dat connecting the dots is natuurlijk wel een van de... Dat is ook mijn goud, hè? Al die punten verbinden. Dat, ja, precies. Ja, absoluut. Dat is heerlijk om te doen. Ik ben zelf heel erg bezig met het thema veerkracht. Daar ben ik een boek over aan het schrijven. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat is in jouw ogen veerkracht? En kan je dat leren? Kan je dat leren? Wat is veerkracht? Veerkracht. Eerst is natuurlijk veerkracht wat bij me opkomt. Dat je altijd weer terugveert. Ik denk dat... Voor mij is dat denk ik ook wel iets wat... wat ik van mezelf weet is als er... Ik kan af en toe ontzettend lopen mieren over dingetjes. En daar best wel een beetje een tijdje in blijven hangen. En dat ik af en toe denk van, joh, doe dit. Schop onder je kont, want dit is de moeite niet waard. Wat ik ook heb gemerkt is als er echt iets gebeurt. Als met mijn scheiding toen mijn vader overleed, toen ik 18 was. Weet je, dat soort echt hele grote dingen. Dat er dan bij mij ergens een soort oergevoel zit van...
Oké, dit is echt waardeloos. Dit is echt. Maar het gaat goed komen. Ergens een basisvertrouwen van, nou, ik weet nog niet hoe of wat. Maar ik weet ook dat als ik over een jaar terugkijk, dan ziet de wereld er gewoon weer een stuk beter uit. En ik denk dat daar voor mij een stuk veerkracht in zit. Van dat je ergens dat basisvertrouwen van dat wat er ook gebeurt, dat er weer een moment komt dat je denkt van, hey, en nu begin ik het leven weer leuk te vinden en nu en we gaan verder. En dat moment komt er. Dat is denk ik voor mij veerkracht. En of je dat kan leren. Ja, weet je, het helpt denk ik als je. Kijk, je kan volgens mij kan je leren om. Of leren, maar dat ontwikkelen dat je positiever gaat kijken. Door te kijken naar wat er goed gaat of naar kleine dingetjes. Waar je dankbaar voor bent, kan je volgens mij wel een soort vertrouwen ontwikkelen. Van oké, er zijn altijd mooie dingen. Ik denk ook dat het wel iets is wat misschien ook voor een stukje wel in je zit, of niet. Dat vind ik een hele lastige. Ik ben benieuwd wat jij daar in je boek over gaat schrijven. Dat weet ik nog niet. wat is het voor jou dan, veerkracht? Nou ja, wat je zegt inderdaad, dat je mee kan veren met wat er is. En dat je inderdaad een soort basisvertrouwen hebt in dat dingen wel goed komen. En dan met name inderdaad, ik heb het, mijn ervaring is ook. Maar het is een ervaring. Als je het één keer ervaren hebt van, hey, oh ja, de grond gaat nu onder mijn voeten weg. En het komt toch goed, uiteindelijk, op een manier. Ja. Dat het hele verschil maakt. Als je dat meegemaakt hebt, dan weet je dat dat zo is. Maar dan nog, de een kan er minder goed mee omgaan dan de ander. Ja. Er zijn wel mensen die meer veerkrachtig zijn dan andere mensen. En ja, mijn research tot nu toe heeft opgeleverd dat de mensen die het meest meemaken, het meest veerkrachtig zijn. Dus het is iets wat je leert door ervaring. Ja. Dat je niet van, je wordt wel geboren met een positieve blik misschien op het leven. En dat helpt zeker. Maar ja, weet je, wat wel is, door ervaring leer je steeds beter mee te buigen. Zo werkt het voor mij in ieder geval. Dus maar ik vind dat wel, ik vind het een interessant onderwerp, omdat ik denk, ja, weet je, wat is je cirkel van invloed, weet je? Wat kan je wel als er iets gebeurt? Er zijn heel veel dingen waar je machteloos tegenover staat. En je hebt niet in de hand wat jou allemaal gaat overkomen op je levenspad. Maar je hebt wel in de hand hoe je ermee omgaat. Ja. En als je dan lekker wat veerkracht in je toolbox hebt zitten, dat lijkt mij wel relaxed. Nou ja, ik ben er in ieder geval heel blij mee. En als ik zo hoor, jij ook. Dus dat. Ja, weet je, ik zie ook toch wel mensen om mij heen die soms heel lang ergens in blijven hangen. Ja, natuurlijk. En als er iemand overlijdt of als er iets vreselijks gebeurt, dan is dat ook dat is ook waardeloos. Hè? En alle recht om daar ruimte voor te nemen, om te rouwen en om dat te verwerken. Maar toch is er ergens dat onderliggende gevoel ergens dat je ondanks die rouw toch op een gegeven moment weet dat je er weer uit gaat komen. Dat is denk ik het stukje veerkracht. Ja, dat denk ik ook. Dus ik ben, het boek is, ik roep het heel hard, omdat ik denk, ja, dan ga ik het ook, dan komt het er ook, want manifesteren moet je het, hè? Ja, precies. Hey, en nog even terugkomen tot boek, want ik vind het ook altijd heel erg leuk om eventjes, je hebt al hartstikke veel toffe titels genoemd, maar ik ben ook nieuwsgierig, wat lees je op dit moment? En wat luister je op dit moment? En wat kijk je op dit moment? Oh jee. Luisteren doe ik niet zoveel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik luister zelf niet zo vaak naar podcasts en ook eigenlijk niet zoveel naar muziek. Muziek luister ik vooral in de auto, maar aangezien ik op dit moment heel weinig naar dingen toe ga, luister ik ook niet heel veel muziek. Wat aan de andere kant, want ik vind het wel heerlijk. Hè? Ik vind het heerlijk om te dansen, ik vind het heerlijk om muziek te luisteren, maar ik hou ook heel erg van stilte. En van rust om me heen. Dus dat heeft waarschijnlijk. Dat is altijd een beetje de afweging. Lezen. Qua non-fictie ben ik bezig in A Company of One van Paul Jarvis. Dat was ergens op een gegeven moment een tip van iemand. En wat ik daar heel interessant vind, is dat hij zegt inderdaad van.
Dat voor ondernemingen, voor ondernemers, groei niet het doel hoeft te zijn. Om steeds meer te willen groeien. Maar dat het er om gaat dat je het eigenlijk steeds beter wordt in wat je doet. En dat groei, groei om de groei. Hè, dat vaak ook betekent dat je bedrijf soms out of control raakt. En dat je... Dus ik ben er niet zo heel ver in, maar ik vond het wel een heel fascinerend onderwerp. Wat ook past bij het idee wat ik heb, dat groei voor een onderneming, maar ook voor de economie, niet het primaire doel moet zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wat dat betreft een luie tv-kijker. Dus ik kijk vaak gewoon toch een leuke krimi of een ziekenhuisserie of zo. Dat gewoon lekker ontspannend, niet al te veel nadenken. Ik lees heel veel. Dus ik, dat kan van alles zijn. Het zijn meestal romans, detectives, maar ook fantasy. Fantasy vind ik erg leuk om te lezen. Dus het hangt er maar net vanaf wat ik tegenkom bij de bibliotheek of ergens anders. Ja. Tof, leuk. Ja, ik vind dat het toch wel veel zeggen over iemand. Ja, leuk. Ja, toch. En elke keer krijg ik weer andere titels. Dan denk ik, oh leuk, oh, dat klinkt ook interessant. Ja. Oh ja, ja. En luisteren naar stilte, hoe fantastisch. Ja, dat is... Ja, heerlijk. Ja. Nee, wat dat betreft, nu met die... mijn zoon is inderdaad zo iemand die 's morgens zo ongeveer als eerste filmpjes gaat kijken of muziek aanzet. En ik was wat dat betreft heel blij met de uitvinding koptelefoon. Want dat hij dan 's morgens beneden komt en dat er meteen dan muziek op staat. Ik had echt zoiets van, joh, het is zo lekker rustig hier in huis. Doe nou niet. Ja, ik vind dat gewoon heerlijk. Ik kan genieten van stilte. Tof. Ja. Nou, het is een kunst hoor. Toch? Ja. Vind ik wel. Ja. Ja. Hey, de afsluitende vraag is eigenlijk, heb je nog tips voor de luisteraars? Of advies? Of een mooie quote? Of weet ik veel? Geen idee. Eigenlijk heb ik waarschijnlijk al ergens eerder gezegd, maar als het over geld gaat, dan gaat het eigenlijk nooit over geld als doel. Het gaat om de eerste plaats over wat is het leven wat jij wil leiden? Wat is daarin belangrijk voor jou? En ook waar staat dat voor? Wat is belangrijk voor jou? Maar ik heb dat huisje aan de zee of op de hei. Vind ik op zich, weet je, als ik het ooit zou krijgen, zou ik dat echt heel erg leuk vinden. Maar ik ben me ook realiseren, het staat voor mij ook voor een gevoel van rust en stilte. En die rust en stilte, die kan ik ook vinden door op zondag gewoon lekker een uur over de hei te gaan wandelen. Nou, en dat huisje, dat is op dit moment niet betaalbaar, maar een uur op de hei wandelen, dat kan ik wel degelijk gewoon gaan doen. Dus eerst kijken van, waar staat nou eigenlijk datgene waar jij naar wat jij belangrijk vindt, waar staat dat ook voor? En wat kost, en dan gaan kijken hoeveel kost dat nou eigenlijk? Hoeveel geld heb je daar dan voor nodig? En ik denk dat als je op die manier naar geld kijkt en naar hoeveel je nodig hebt, dat je op een hele andere, op een heel ander bedrag uitkomt, maar ook op een hele ander gevoel bij de bedragen dan als je gewoon kijkt als geld als doel. Ja, is wel haalbaar. Mijn tip is gewoon te kijken van, wat is nou echt belangrijk en waar zit dat dan in? In welke kleine dingetjes? Cool. Dat vind ik mooi. Vind ik een mooie tip. En waar kunnen ze jou vinden als mensen meer over jou willen weten? Op mijn website, judithvanbardingen.nl. Dus dat is een lekkere makkelijke. Uiteraard op LinkedIn. En op Facebook heb ik een pagina Cijfers met Betekenis. Dus daar kunnen ze me ook vinden. Oké, cool. Ja. En is het nog nuttig om te vermelden dat jij veel verstand hebt van Moneybirds? Dat is zeker nuttig. Of andere dingen waarvan je zegt van is ook, weet je wel, dat zijn dingen waar mensen wel handig vinden. Ik ben ook bij jou gekomen bijvoorbeeld omdat ik meer wilde iets met Profit First wilde doen. Ja. Andere manier naar potjes kijken, zeg maar, naar potjes geld. Nou, wat goed is om te weten is, ik, ik,
help of ondersteun ondernemers bij het financiën in de brede zin. Dus van administratie tot een financieel plan maken voor je onderneming en geldmindset. Ik ben geen boekhouder. Dus als mensen die iemand zoeken die gewoon elke maand de cijfertjes netjes invoert, dat doe ik niet. Ik kan wel helpen om ervoor te zorgen dat je dat gewoon zelf kan. Of dat je daar mee te kijken van, wat kan beter? En als je dus op zoek bent naar iemand die goed is met cijfers, inzicht heeft in hoe een aantal van dat soort zaken werken, en die verder kijkt dan alleen die cijfertjes, die ook kijkt naar jou als ondernemer en naar wat jij wil met je bedrijf, ja, dan moeten ze bij mij zijn. Cool. Ja. Top. Nou, Judith, dank je wel voor dit gesprek. Superleuk. Ja, gedaan. Ja, leuk. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.